Als jij wil groeien, als jij maximaal wil geven, als jij alles eruit wil halen wat erin zit, dan kun je het niet alleen. Dan moet je het samen gaan doen. Oh, laat die handen nog eens even wapperen. Pak je pen en papier. Ja, we zijn hier niet vandaag om alleen maar te luisteren. Jullie moeten ook in de actiestand. Dus schrijf op één papiertje 5 taken op die je nu zelf doet, maar die jou echt weerhouden om groter te groeien. Waardoor jij minder tijd hebt om te groeien met je bedrijf. Precies zoals jij wil. En als je dat hebt opgeschreven, zo niet, ga nog even rustig door. Maar dan schrijf je op een ander papiertje wat jouw meest fantastische idee is, jouw briljantste idee om te groeien. Maar waar jij nog niet aan toekomt. Maar als je dat wel gaat doen, dan ga je echt als een speer. Dan gaat je bedrijf maximaal groeien. Wat is dat? Geef daarna het papiertje met de 5 taken aan je buurvrouw of buurman. Pak het papiertje met je idee tussen je vingers, tussen je handen. En voel wat het met jou doet als je die taken nu volledig hebt losgelaten. Want je hebt net heel makkelijk die taken aan een ander gegeven. Hè? In de praktijk is dat niet zo makkelijk. Daar ga ik jullie zo wat over vertellen. Maar hoe is het nu? Voel nou eens, even echt oprecht, wat het met je doet. Als je je nu echt volledig hierop kan focussen. En voel dan eens, als je dat papiertje dadelijk met die taken van je buurman of buurvrouw weer terugkrijgt, wat er dan gebeurt. Ik weet niet hoe jullie het gevoeld hebben, maar als je het weggeeft, voel je echt, oh ja. En krijg je het terug, denk je, huh. Oh, toch? De meeste van jullie zullen dat wel gehad hebben. Waarom doe ik dit? Omdat ik jullie wil laten voelen en ervaren wat het doet om uit te besteden, om een team te bouwen, om samen te gaan werken met mensen. Want het lijkt simpel, maar al je taken, nu gaven jullie je briefje vrij makkelijk aan iemand anders, maar in de praktijk is dat niet zo. De meeste ondernemers weten in de praktijk niet wat ze eigenlijk allemaal uit kunnen besteden.